Ja, dat was het filmpje bij onze tafel. Marion de Hong, wethouder maatschappij en dienstverlening. Om maar gelijk aan te sluiten bij het filmpje. Hoe ga je dat doen? Opkomstpercentage 52%. Ja, dat is natuurlijk lager dan de vorige periode. En dat is iets waar we natuurlijk toch met man en macht aan moeten werken om dat te verhogen. Want het geeft natuurlijk wel aan hoe betrokken onze inwoners zijn bij de politiek. En we weten natuurlijk dat het behoorlijk gerammeld heeft in de politiek, vooral landelijk ook gerammeld heeft. En je ziet dat het ook altijd weerslag heeft op een ieder. En dat dat de motivatie om te gaan stemmen toch niet groter maakt. Dus ik hoop dat wij de komende periode erin zullen slagen om die burger meer te betrekken bij die politiek. Om die burger meer te interesseren voor die politiek. Zodat die uiteindelijk straks in 2014 in grote getale toch naar die stembus gaat komen. Noem eens iets op wat je zou gaan doen. Nou, ik moet zeggen, als ik terugkijk naar de afgelopen verkiezingsperiode, dan zijn er een aantal politieke cafés georganiseerd. Daar hebben jullie ook je steentje aan bijgedragen. En ik denk dat dat echt een hele goede manier is geweest om mensen te informeren. Toch een laagdrempeliger manier om mensen in contact te brengen met die politiek, thema's uit te wisselen. En wat mij betreft zouden we eens moeten kijken hoe we dat toch een beetje zouden kunnen voortzetten. Ja, maar kennelijk hebben we daar de kijker toch niet mee bereikt, want het opkomstpercentage was... Een beetje lager. Ja, nou, dat is altijd de vraag. Hè. Was misschien het opkomstpercentage nog lager geweest als je dit niet had gedaan? Dat kan ook. Ja. Dus het is altijd verschrikkelijk moeilijk om achteraf te fine-tunen waar dat dan precies in zit. Ja. Maar ik denk dat je zeker niet moet laten om onze inwoners op die manier te informeren. Leeft dat ook bij jullie partij ook bijvoorbeeld? Om de mensen meer met politiek bezig te houden? Ja, nou absoluut. Als ik kijk naar mijn eigen partij, dan proberen wij toch altijd een aantal malen per jaar naast onze reguliere achterbanvergaderingen themabijeenkomsten te organiseren. Hè, bijvoorbeeld een bijeenkomst rondom de pilots, een bijeenkomst rondom de WMO, een bijeenkomst rondom Van Gogh. Ja, wel heel erg afhankelijk van het onderwerp. We zagen bijvoorbeeld bij de pilots dat er enorm veel belangstelling was. We zagen dat er bij de WMO enorm veel belangstelling was. Het zijn dus wel verschillen wanneer je kijkt naar de verschillende onderwerpen. Maar zijn het ook niet altijd dezelfde mensen dan? Nou, dat kan ik niet zeggen. Wel, de kern is wel hetzelfde. Maar als ik kijk bij de pilots waren er toen denk ik wel zo'n 125 mensen aanwezig. Ja. Ja. Maar wordt de politiek niet saai? Ik bedoel, het is bijna appeltje-eitje. Je hebt toch een brede steun in die raad. Dus het is aftikken, denk ik. Ja, maar het gaat natuurlijk niet om het aftikken. Het gaat erom dat we de goede dingen verzonnen gaan doen. En in die zin is het natuurlijk heel erg belangrijk dat wij als politiek nauw voeling hebben met wat onze inwoners willen. Want daar gaat het om. Hè. Wij zitten daar om goede dingen te doen voor Zundert, voor de gemeente Zundert, voor de inwoners van de gemeente Zundert. Dus het gaat er niet om dat je alles erdoor kunt doen. Het gaat erom dat je luistert wat er nodig is. Dus in die zin, die verbinding is heel erg belangrijk. Ja, maar blijft er nog iets over voor de oppositie dan? Nou, dat denk ik zeker wel. Wij hebben als coalitiepartijen een coalitieakkoord geschreven. Mm-hmm. Ik zag het al liggen bij jou op jouw tafel. Zeker. Mooi stuk overigens. Ja. Nou, er is ook hard aan gewerkt om daartoe te komen. En dat coalitieakkoord dat kent eigenlijk twee delen. Dat kent één algemeen deel waar met name wat richting gegeven wordt. En waarin ook vanuit het kader van het dualisme ruimte gegeven wordt voor het politieke spel. Ja. Maar uiteindelijk ga je wel, en dat staat daar ook in, uiteindelijk ga je wel het duaal stelsel aan, maar uiteindelijk is het toch wordt er gekozen voor een mogelijkheid van oppositie en Dat is natuurlijk ook het mooie van het oppositie-coalitiemodel. Het coalitiemodel waarborgt natuurlijk wel dat er bestuurlijke stabiliteit is binnen het Zundertse. Maar dat gaat dan altijd prevaleren, toch? Het is natuurlijk zo dat democratie gestoeld is op meerderheden. Dus als er inderdaad een meerderheid voor een bepaald voorstel is, dan gaat dat voorstel door. Maar ik moet wel heel duidelijk zeggen dat, ook al is de coalitie breed, de coalitie heeft absoluut de intentie om met de hele raad zunnig te besturen. En het is natuurlijk het meest mooie als je met een voorstel 19 stemmen krijgt voor dat voorstel. En krappe meerderheden, dat is in het verleden ook gebleken, die blijven altijd problemen geven. Dus we gaan ervoor om zoveel mogelijk mensen echt te overtuigen van de waarde van een voorstel. Okay. Maar jongens, je zei net van we gaan doen wat de bevolking wil, maar dat kan toch in deze tijd niet, met een tijd van bezuiniging. Je zult keuzes moeten maken. Absoluut waar, absoluut waar. En dat zijn impopulaire maatregelen wellicht. Ja, je zult keuzes moeten maken. Kijk, er zijn altijd een aantal zaken die je als gemeente uit te voeren hebt. Dat zijn natuurlijk de wettelijke taken, die worden ons vanuit de overheid opgelegd. Mm-hmm. En daarnaast zijn het de zaken die vanuit de raad richting het college worden
bepaalt. Ja. En de zaken die de raad bepaalt, die zijn natuurlijk in overeenstemming met wat de burger hier en daar ook wil. Hè? De raad is natuurlijk oor en oog van de wensen die de burger heeft. Aan de andere kant, we zitten natuurlijk wel met de beperkingen van onder andere de financiën. Precies. Dus het is heel terecht wat jij zegt. Het is niet zo dat wij alles maar kunnen uitvoeren wat men roept of wat men wenst. Nee, we hebben een bepaalde bandbreedte. En zeker de komende jaren, we zullen de tering naar de nering moeten zetten. Dat is allen bekend inmiddels. We hebben natuurlijk een enorme financiële opgave met elkaar in te vullen. Ja, dat klopt, dat begrijp ik wel. Maar, ja. Maar is het dan niet zo dat met name de burgers graag willen weten waar dat in gaat gebeuren? Ja. We zagen het ook in het filmpje. Ja, de mensen klopt. Hebben geen antwoord. Nee, klopt. Nou, er zijn een aantal zaken. We hebben in de vorige begrotingsronde al een aantal taakstellingen vastgesteld. Mm-hmm. Er is een taakstelling op beheersplannen. Er is een taakstelling op de WMO. Er is een taakstelling op de welzijnssubsidies. Dat houdt gewoon in dat we daar dus al op moeten bezuinigen. Dat is gewoon bekend. Daarnaast is ook helder dat we daar niet mee komen. Want financieel gezien is Nederland natuurlijk op dit moment in een minder rooskleurige positie. Dat houdt ook in dat de rijksbijdrage die wij als gemeente krijgen vanuit de overheid gekort zal gaan worden. Ja. Dat houdt in dat wij extra zullen moeten gaan bezuinigen binnen de gemeente Zundert. Helemaal duidelijk. Hè? Ik denk dat we daar dadelijk over doorgaan, prima. Marion. Ja, we hebben nog meer op programma natuurlijk en daar gaan we nu naar kijken. We hebben dadelijk eerst de mini-Europa-run, vervolgens het scholenproject van Van Gogh Moestuin, wat dat ook wezen mag. Ik denk dat we gaan tuinieren dus. En het officiële startstein zijn van de verbouwing.